Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Over het midden en noorden van het land drijven wat meer wolken. In het zuiden is het over het algemeen redelijk helder. Uit de wolken in het midden en noorden valt een lichte spat regen of motregen, maar de hoeveelheden neerslag zijn niet groot. En Met de zon in het zuiden loopt de temperatuur al snel op naar 21 graden. In het noorden overigens ook best hoge temperaturen en ook van tijd tot tijd zon in de loop van de ochtend. In de middag is het in het noorden overwegend droog. In het midden en zuiden ontstaan een paar regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 25 graden bij een matige oostenwind ook vanavond nog een lokale onweersbui, maar geleidelijk verdwijnen die en dan begint het weer breed uit op te klaren met in de nacht temperaturen van 14 of 15 graden. Dan is het morgen een dag waarop het over het algemeen droog blijft. En nog steeds warm. 23 tot 25 graden. In het zuidoosten kan in de loop van de dag nog wel een enkele bui ontstaan. De wind draait al wat naar het noordoosten en neemt ook wat toe. En vrijdag wordt de wind noordelijk. En langs de kust is het af en toe krachtig. In het noorden 17 tot 19 graden. In het zuiden 21 met in het zuidoosten nog wat lichte neerslag. En verder ook regelmatig de zon. Zaterdag neemt de neerslagkans toe. En daalt de temperatuur flink, dan is het maar 12 graden. Ik ben Marco Verhoef.